Midden op de Heuvelrug, tussen Utrecht en Amersfoort, ligt het gebied wat voorheen vliegbasis Soesterberg was. Schuilplaatsen en wachthuisjes, luchtverkeerstoren en landingsbaan. Sinds 2009 worden ze niet meer gebruikt. Na het vertrek van Defensie heeft de natuur de hoogste rang. De automobielhandelaren Verwij en Lugard droomden van gevleugelde automobielen. Ze kregen begin vorige eeuw toestemming om het stuk heidegebied bij Soesterberg te gebruiken voor hun vliegshows. De handelaren gingen failliet en 3 jaar na de eerste vlucht werd het terrein aangekocht door de luchtvaartafdeling van de Nederlandse staat, de voorloper van de huidige Koninklijke Luchtmacht. De Duitsers bezetten de basis tijdens de Tweede Wereldoorlog en bouwden het uit tot een complex met 3 startbanen. Na de oorlog wordt de basis aangepast en opereert vanaf 1954 voor een deel onder de vlag van de NAVO. Het Amerikaanse 32nd Tactical Fighter Squadron verhuist vanuit Engeland naar Soesterberg en geeft de basis de Engelse naam Camp New Amsterdam. Er zijn een paar factoren die bepalend zijn dat de vliegbasis hier is gekomen. Dat is dus de centrale ligging, de beschikbaarheid van het terrein en de bereikbaarheid is belangrijk. Dan heb je een andere factor, is dat er hier al bijna al een eeuw lang het Nederlandse leger hier oefent. Kamp Zeist al vanaf 1818 hier al gestationeerd. En het Nederlandse leger heeft een essentiële rol gespeeld dat hier in 1913 eerst de bakenband van de Nederlandse luchtvaart is ontstaan. 1913 was een kapitein van de genie die in Kamp Zeist zat. Die zegt, ik wil een luchtmachtafdeling oprichten. In 2009 vertrekt Defensie weer van de vliegbasis en het terrein komt grotendeels in handen van provincie Utrecht. Een relatief klein deel wordt door Defensie gebruikt voor de bouw en aanleg van het nieuwe Nationaal Militair Museum. De rest van de basis wordt heringericht tot openbaar natuurgebied. De vliegbasis is rijk aan schrale toestand, dus een relatief arme bodem waardoor heel veel bijzondere planten kunnen ontkiemen en groeien. En waar we nu bij zijn is een maanvaren, dat is wel een pareltje in het geheel. Een van de meest bedreigde plantensoorten van provincie Utrecht. En die staat hier veelvuldig op 1 locatie op de vliegbasis. Dus dat heeft met de bodemgesteldheid te maken en met beheer. Als wij hier niets doen of te laat maaien, dan ben je ze kwijt. En dan is het gedaan met de bronpopulatie. Een bronpopulatie is een populatie planten of dieren die nog maar op 1 plek in de wijde omtrek aanwezig is. Dit is een bronpopulatie van de maanvaren, dus daar moeten we extreem zuinig op zijn. Het 380 hectare grote gebied ligt bezaaid met militaire gebouwen. Veel van deze robuuste en indrukwekkende bouwwerken blijven gewoon staan. Natuur en militaire cultuurhistorie gaan dan ook hand in hand in dit unieke gebied. Zoals bij dit bouwwerk. Ja, dit soort gebouwen of oude objecten die hebben we gespaard, meerdere van deze. Alle woningen, dienstwoningen, dat soort zaken zijn allemaal gesaneerd, gesloopt. Maar oude waterkelders, manschappenbunkers, die hebben we gespaard om een herbestemming erop te
doen. Dit is een oude bluswaterkelder. Dus die werden aangelegd voor noodsituaties om snel water te kunnen tappen. En die is buiten gebruik gemaakt, zeg maar, onklaargemaakt en ingericht als vleermuizenbunker. Dus vandaar dat deurtje met die brievenbus erin. En die functioneren goed. Dit was de plek waar we, ja, waar het moest gebeuren. We konden hier horen of er iets ging komen. Was het in de landing dan wel dat er ergens motoren werden opgestart. Afhankelijk van de wind, vertrekkend verkeer kwam dan eerst hier langs. Of als de wind anders stond, dan kwamen ze hier voorbij. Dus dat was wel een begrip. Je moest dus eigenlijk al weten of je de telelens erop ging zetten of de groothoek. En dan was het een kwestie van de accuratesse en goed meebewegen. Voor mij ging er alle concentratie in op. Maar er waren ook anderen die konden in dat moment van eventjes die camera zo mee klik die foto maken. Konden zij ook nogal lezen. En welk vliegtuig dat was. Zij kon dan ook nog een nummer lezen. Ik had echt mijn volle concentratie nodig voor het scherpstellen en het meebewegen. Een vriendje introduceerde mij, ik denk dat ik nog op de lagere school zat, vliegtuigen op Soesterberg. Ik denk een airshow. Dat bracht me ertoe om een keertje hier het museum te bezoeken. Met de middelbare school kwam de gelegenheid om met financiële middelen een camera aan te schaffen. Waar ik hier aan de baan de vliegtuigen mee fotografeerde. Dat ging met een lunchpakketje op zak en wat drinken. Met één, misschien twee rolletjes en dan hopen op goed weer. En op veel vliegen, want Soesterberg was geen drukke basis. Mijn eerste camera als vliegtuigspotter was deze Exacta VX 500. Het is van een Oost-Duits fabrikaat. Een heel simpel mechaniek, zwart-wit film, Ilford FP4. Zelf ontwikkelen in een donker gemaakt hoekje van de garage. Soms stond ik daar een beetje in de vrieskou, stond ik ellenlang te schudden totdat er een bruikbare film uit kwam. Maar het mooiste was als vier vliegtuigen hier overheen kwamen, die vlogen in formatie en dan maakten ze een scherpe break. De macho jongens, de joggies, scherpe break, want ze wisten dat de mensen beneden keken. En dan maakten ze een langzaam gebaar. En dan konden we al de identiteit vaak met de verrekijker er al naar uit halen. Ja, was het verkeer geland, waren ze geparkeerd? Nou, dan werd er volop gesproken en vergeleken natuurlijk de ervaringen. Ik heb die gezien daar, die heb ik nog niet. Dat soort verhaal. Maar zoals de Soesterberg de bakermat wordt genoemd voor de militaire luchtvaart in Nederland. Zo was het voor mij wel een beetje de bakermat voor mijn interesse in vliegtuigen. En die interesse die duurt in wisselende sterktes, duurt dat nog steeds voort. De vliegtuigen, het reizen en de fotografie.
begin mei 1940. Nederland veroverd, Duitsers. Duitsers hadden al vergevorderde plannen voor een aantal vliegvelden. Met name Soesterberg. Soesterberg was voor de Duitsers zeer strategisch. Heel snel begonnen de Duitsers vliegveld aan te leggen in een karakteristieke A-vorm. Het waren dus in feite drie landingsbanen, startbanen, zoals je noemen wil, zodat men onafhankelijk kon vliegen op de windrichtingen. Nou, dit werd een belangrijke bommenwerpersplaats. Hier werden dus een tientallen Heinkel 111 bommenwerpers gestationeerd voor de slag om Engeland. In de omtrek werden er drie zogenaamde Luftparken gemaakt. Dat waren dus eigenlijk verdekte opstelplaatsen voor vliegtuigen. Ja, je ziet dat hier ook heel goed in het noordelijk gedeelte van de vliegbasis. Hier zie je nog restanten. Dit zijn dan wel de bedekkingen uit de jaren 50, maar de structuur is hier nog helemaal eigenlijk wat opstelplaatsen. Later in de jaren 80 is veel opgeruimd, wat natuurlijk toch een interessant beeld geeft eigenlijk van hoe eigenlijk je toch nog de plekken ziet waar die Duitse vliegtuigen bommenwerpers opgesteld waren. Dat heette splitterboxen. We staan hier voor wat tegenwoordig de officierscasino heet. Het is gebouwd als een zogenaamde Wehrmachtsheim in 1941. Een gebouw voor ontspanning, voor theatervoorstellingen in de een grote zaal met een podium waar voorstellingen gemaakt worden, waar films, uiteraard de films van onder leiding van meneer Goebbels hier natuurlijk gepresenteerd. Mevrouw Rievenstahl natuurlijk, de films hier ook. Dus het was ook eigenlijk wel een topgebouw eigenlijk. Donkere steen als camouflagesteen ook, moest ook gecamoufleerd worden. We praten over muren van zeker een meter dik, dus het moest ook een bomvrij gebouw zijn. Na de oorlog is het, nou ja, je ziet de tekst ook al, die staat dat hier van na de oorlog is het in gebruik genomen als officierscasino. Ja, niet dat er gegokt werd, maar het was dan de term voor de plek voor het Nederlandse leger en voor luchtmachtpiloten om zich hier te kunnen ontspannen. Er zijn natuurlijk zware bombardementen uitgevoerd in 1944-1945 en de hele zaak plat. Ja, de Duitsers ook, die hebben natuurlijk ook nog veel opgeblazen eigenlijk. Maar het interessante is wel, het zijn toch wel de Duitsers geweest die hier een volwaardig vliegveld van hebben gemaakt. De aanwezigheid van Defensie heeft, hoe gek het ook klinkt, rust gebracht op het gebied van de basis. De natuur heeft zich dan ook op een unieke manier kunnen ontwikkelen. Toch moet er voor de transformatie tot openbaar natuurgebied op verschillende plekken worden ingegrepen. De bodem rond een brandstoftank wordt intensief gesaneerd. Bomen moeten wijken en asfalt wordt hier en daar verwijderd. Voor de bouw van het nieuwe museum moet een aantal gebouwen wijken. Ik wilde vroeger altijd piloot worden, zoals zoveel jongetjes denk ik. Ben daar vrij ver in gekomen, op de allerlaatste keuring afgevallen. En toen wist ik niet wat ik wilde worden. Maar ik heb altijd die binding en die link met luchtvaart en militaire vliegtuigen gehad. Ja, en toen dit kwam, ik heb het in de krant gelezen. Er stond een keer in het Utrechts Nieuwsblad een artikeltje over nieuw militair museum in Soesterberg. Dat gaat over 2 jaar beginnen. En er komt een ontwerpwedstrijd. Ja, ik heb dat uitgeknipt en ik heb dat aan mijn compagnon laten zien. Zeg van, ja, dit gaan we echt doen. Dit gaan we ook gewoon winnen. Er is geen andere optie dan dit te winnen. Als we dit niet gewonnen hadden, was ik hier nooit meer gekomen.
Utrecht, dat ligt bijna, is bijna de buurman. Stedelijk gebied. En dan ineens is een open veld van 3 kilometer lang. Met een hele dichte bosrand eromheen. En aan één kant nog een heuvel. Het is natuurlijk gewoon uniek. Nee, zo'n plek heb je bijna nergens. En vooral die grootsheid en die wijdsheid en ja, die snelheid die er vroeger natuurlijk geweest is. Hè? Al die straaljagers die daar de lucht in gingen. Daar wilden we iets mee doen. En ja, dus hebben we bedacht dat het gebouw wel een soort substantie moest hebben om met die plek de dialoog aan te gaan. Het dak is 110 bij 250 meter, dus 5 voetbalvelden. En door die dakconstructie driedimensionaal te maken, dus je ziet ook dat het dak ook hoogte heeft, dus 4 meter hoog, konden we ook hele grote overspanningen maken. Dus in die hele grote maat van 110 bij 250 meter zitten ruimtes zonder kolommen. We kunnen hele grote delen van het gebouw vrij overspannen zonder dat we daartussen steunpunten nodig hebben. Dit is zonder twijfel het grootste gebouw wat ik tot nu toe gedaan heb. Aankomend weekend op RTV Utrecht, het tweede deel uit de documentaire serie Basis Soesterberg, Landen in een nieuw tijdperk. Naast wilderige natuur en stoere militaire landschappen zijn op de voormalige luchtmachtbasis ook bijzondere kunstwerken verborgen. Dat en meer ziet u aankomend weekend in het tweede deel van Basis Soesterberg, Landen in een nieuw tijdperk.